Hallo, ik ben Ellie de Winter. Ik ben verantwoordelijk voor de corporate communicatie bij uitgever Evanin. En dit is mijn collega. Ik ben Eva Chobet en ik werk als HR advisor. En wij ondertekenen heel graag het manifest voor werkgeluk in onze kantoren, want wij staan volledig achter het idee. Dus Evanin hecht heel veel belang aan het algemeen welzijn van de medewerkers. Wij hebben een welzijnstraject, dat heet Van in Balans. En van daaruit organiseren wij verschillende opleidingen die dat eigenlijk tot doel hebben om hun steentje bij te dragen, zodat mensen zich goed voelen in hun vel, zowel thuis als op het werk natuurlijk. Daarnaast organiseren wij nog verschillende andere zaken, zoals personeelsfeesten, leuke opleidingen, teambuildings, ja, samen sporten enzovoort. Mensen werken hier keihard. Mensen brengen hier ook heel veel tijd door. Dus vanuit Vanin proberen we ook af en toe wat ruimte te maken voor wat plezier. Hoe gaan wij dit initiatief bij Vanin ondersteunen? Wij gaan in de keuken een heel grote pancarte maken met de vraag daarop aan alle collega's stellen: waar zou jij gelukkig van worden op je job? Hoe kunnen we het nog voor u aangenamer maken? En is dat een pannenkoek 's middags? Of is dat een gezellig 4 uurtje? Of is dat een keer starten om 5 uur 's morgens? Een feestje op het einde van de week? Ik ben heel benieuwd welke ideeën dat er gaan uitkomen. Hier werken betrokken en gepassioneerde medewerkers, dus jullie initiatief met de Week van het Werkgeluk past volledig bij Vanin. Ook qua timing valt de week ideaal, eind september, want in september is het ook enorm druk hier. We moeten zien dat alle scholen goed gestart zijn, dus ja, ideaal. Dus ja, een vleugje plezier gaat terug doen.